Sayed Sulaiman is alleen op zolder, in een nieuw huis aan de rand van Rotterdam. Geef hem een voetbal en hij is gelukkig. In Koeweit is Sayed een nationale held. Iedereen kent het jongetje daar. Hij is 11 jaar en het grote voetbaltalent. Sayed is Koeweits mini-Maradona. Barcelona liet hem een paar dagen overkomen. En Engelse clubs toonden interesse. Maar zijn vader vond de stap te groot. Ze moesten naar Holland. Daar komen toch alle goede spelers vandaan? Het gezin Sulaiman pakte de koffers en reisde van Koeweit naar Nederland. Nu traint Sayed iedere dag bij Excelsior. Hier kun je rustig rijpen, zei vader tegen zijn zoon. Sayed speelt graag op een trapveldje in het centrum van de stad. Kijk hem gaan. De bal kleeft aan zijn voet. Hij is nog ongepolijst. Hij probeert van alles uit. Panna's, scharen, een balletje dood. Na het avondeten gaat Sayed weer naar zolder. Hij kan het spelen niet laten. Alleen zijn met de bal. Zijn grootste vriend.